Nou, de Chipsolzaak gaat over een uh, familiebedrijf, Chipshol. Van de familie Poti heeft een droom om een grote luchtvaartstad bij Schiphol te ontwikkelen. Daar zijn ze in de jaren tachtig mee begonnen. En zij beweren dat ze worden tegengewerkt door Schiphol en door de Nederlandse staat en door uh, nog wat andere bedrijven. Er zijn een, aantal, uh, een, aantal, een heel aantal juridische procedures uit voortgevloeid. En uh, in die procedures is vastkomen te staan dat een aantal rechters zich niet helemaal goed hebben gedragen. Wat hebben ze fout gedaan? Uh, nou, een voorbeeld: er is één uh, rechter die heeft uh, gebeld uitvoerig met een betrokken advocaat van de verdediging. Daar heeft hij over gejokt. Uh, die is nu, dat mag een rechter natuurlijk, nooit, een rechter doen. natuurlijk nooit doen. Nee. He, als je een geschil ja. beoordeelt, dan mag ja. je natuurlijk nooit met de advocaat van de verdediging gaan, uh, gaan ja. bellen. Nee, die meneer heeft uh, daarover gejokt, die heeft mijnheid gepleegd. Er is een onderzoek van de Rijksrecherche over gestart. Uh, een andere, uh, of dezelfde rechter eigenlijk, die bleek uh, een, een bij te klussen bij de NMA als uh, een soort adviseur terwijl hij nog in functie was. Uh, de voormalig de directeur van de NMA, Pieter Kalpfleisch... die heeft uh, een verzoek geaccepteerd van een vriend. Om zich met die zaak te gaan bemoeien, die heeft namelijk de rechter waar ik het zo even over had gevraagd. Kun jij niet die zaak in goede banen leiden? Dat is belangenverstrengeling, dat is vriendjespolitiek, dat is allemaal naar boven gekomen in al die procedures rondom Chipshol, en dat is een tamelijk kwalijke zaak. Ik denk dan dat zaakje stinkt. Nou, dat zaakje en, stinkt uh, inderdaad, ja. Maar goed, uh, meer dan dat is het nog niet, toch? Want nou, uh, he, zijn, die, die, zijn die rechters uh, ontslagen, veroordeeld, berispt? Nee, toch? Nee. Nou, dus okay. er lopen wel uh, onderzoeken van de Rijksrecherche nu. Oké, okay, nou goed. Ja. Um, nu was vandaag weer een belangrijk moment in die zaak, namelijk de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, Joris Demming, die stond vandaag uh, in de rechtbank omdat hij daar onder Ede moest getuigen. Ja. En daar was je bij. Daar was ik bij, ja, precies. Uh, nou, dit, dit ging om een aftakking van dat uh, van dat complex waar ik net over had. Dit ging over een zaak waarin uh, Chips een schadevergoeding leek te gaan krijgen van ongeveer 100 miljoen voor een stuk grond waar ze iets mee wilden gaan doen. Dat uh, dat leek uh, in, in goed, uh, na inderdaad naar die 100 miljoen toe te gaan. En toen zijn plotseling drie rechters die die zaak beoordeelden zijn vervangen geworden op een, op een moment. En uiteindelijk bleek die schadevergoeding maar 16 miljoen te worden. Dus uiteindelijk is kan je zeggen. Uh, die rechters zijn vervangen. En daarna is die zaak geheel de verkeerde kant op gegaan. voor Chips Hall en gunstig voor de Nederlandse staat. Uh, die, die, de familie Poot die is daar behoorlijk boos over. Die vermoedt inderdaad manipulatie. Die vermoedt dat die rechters inderdaad expres. Uh, zich ermee hebben bemoeid. en vervangen zijn. Uh, zodat... Door Deming? En, nou ja, en precies in de vraag die vandaag dus voorlag. was uh, in hoeverre de, het ministerie van Justitie. Uh, zich heeft bemoeid met die uh, wisseling van die rechters. En wat zei Deming? Nou, Deming zei natuurlijk dat er helemaal niets aan de hand was. Die zei van nee hoor, ik heb nooit uh, gesproken formeel met enige bestuurder van een rechtbank of een president. Hij zei nee, ik heb me nooit überhaupt met chipshol bemoeid. Uh, dus daar is helemaal geen sprake van. Nou, maar, case maar, closed, of niet? Nee, maar nou, hij, hij sprak zich wel een beetje tegen. Want uh, hij zei: van ja, ik heb er nooit inhoudelijk over gesproken. Maar hij moest wel toegeven dat in de ministerstaf. Dat is de, het beraad van de allerhoogste uh, directeuren. op het ministerie van Justitie, waar hij dus ook bij was. dat daar er wel over gesproken is. Omdat. Uh, om de rechters te vervangen? Nou, om over de chipsholzaak überhaupt. En over de. de, de, de malverserende rechters. en over uh, dingen die er. Uh, Zeg maar stinken, daar is wel over gesproken. Na aanleiding van advertenties die de familie Poot van Chipsrol in de krant heeft gezet. En dus hij, hij was, moest eigenlijk een beetje op zijn schede terugkeren. Daar was wel degelijk over gesproken. Maar goed, uh, uh, wordt dit. Uh, je kunt nu zeggen het is een vuiltje voor Demming. Wordt dit een groot probleem voor Demming? Nou, ik denk voor Demming aan zich uh, die Chipsol zaak niet dat uh... Uh, ik denk wel dat het voor de Nederlandse staat een probleem gaat worden, omdat het uh, uh, toch uh, duidelijk is aangetoond en er wordt waarschijnlijk nog wel meer aangetoond dat er gemalverseerd is. En dat er uh, door het chipsol naar een schadevergoeding uh, gewerkt kan worden. En die, kan, die zou nog wel eens heel erg hoog uh, kunnen gaan worden. Er is nog meer aan de hand met Joris Demming. Hij is uh, een paar jaar geleden in verband gebracht met. Uh... Misbruik van minderjarigen in Turkije. Uh, nog zeer onlangs hebben twee Turkse mannen aangifte tegen hem gedaan. Hoe zit dat precies? Ja, nou, Demming is uh, in, 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 bij de affaire van het Anne Frank plantsoen in Eindhoven. Dat speelde uh, rond de Eeuwwisseling, na de Eeuwwisseling. Uh, in, in verband gebracht met het misbruik van minderjarigen. En inderdaad, sinds 2009 wordt hij uh, door twee Turkse mannen uh, beschuldigd van uh, misbruik, seksueel misbruik in de jaren negentig. Uh, uh, een van die twee jongens is, of inmiddels jonge mannen, is uh, onlangs verhoord door het landelijk pakket. Um, die, uh, die hebben zijn verklaring opgenomen. Uh, er zijn nog wel wat uh, andere verklaringen die eromheen hangen. en die uh, zeg maar een, uh, een aangifte rechtvaardigen, vindt de advocaat van die jongens. En er is een aangifte bij tegendemming gedaan bij het landelijk pakket. Maar ook dat is nog niks geworden? Dat is nog niks geworden, omdat uh, ja, de advocaat van die jongens die zegt dat er. Uh, dat er erg langzaam gewerkt wordt. en zij heeft eigenlijk geen vertrouwen erin. dat het werkelijk behandeld gaat worden. Want het is natuurlijk een beetje raar. dat hij is formeel. natuurlijk de mm -hmm. hoogste man van het ministerie. die het openbaar ministerie bestiert. die maar, die zaak moet doen. Maar als er nou twee van dit soort. Ik noem het vuiltjes, maar het is, het, het is wel wat meer. Aan je kleven. Kun je dan nog zo'n functie uitoefenen? Waarvoor je toch een onberispelijke staat van dienst zou moeten hebben? Nou ja, er is inderdaad een enquête gehouden onder de Nederlanders. Die vindt eigenlijk dat, uh, gegeven deze aangiftes, uh, zou deze secretaris-generaal moeten terugtreden. Een kleine meerderheid vindt dat hij voorlopig eventjes op nomactief gesteld moet worden. Voordat uh, uh, tot dat vast is komen te staan dat hij inderdaad uh, nergens wat mee te maken heeft.